President Chandrika Prasad Santokhi heeft afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan DataSure en de Command Center. Santokhi heeft als voormalige minister van Justitie in 2008 het project Camerabeveiliging in Paramaribo geïntroduceerd. Het doel was om middels digitale controle op verschillende wegen ons land te beveiligen. Suriname is onderdeel van de Cyberworld. Cyberworld organiseren doe je niet alleen met moderne technologie en met camera's van de Command Center, maar ook met een datacenter waar alles wordt opgeslagen. Volgens de president kan elk automatiseringsproject succesvol zijn als de organisatie in het land ook op orde is. Santokhi sprak het personeel toe. We hebben net bij DataSure gezien de uitdagingen die er zijn als we goed beleid voeren. Internationaal en regionaal, waarbij Suriname, in dit geval DataSure, als dochteronderneming van TeleSure, concurrerende tarieven kan aanbieden aan de wereld. Van hier is jouw data beter beveiligd. Vooral rekening houden met de eilandstaten, die altijd geconfronteerd worden met een hurricane en heel instabiel raken en alles uitvalt. En weer geïnvesteerd moet worden om dat allemaal weer op gang te brengen. Nou, hier is de kans voor TeleSure en DataSure. Om daar op die markt te komen. En dat geldt ook voor zoveel andere bedrijven. Grote bedrijven. Die on sale, online sale aanbieden. Om te outsourcen. De president benadrukte dat elektronische systemen op integer zijn. Als er een goed digitaal systeem aanwezig is, is de kans op corruptie meteen veel kleiner. Maar natuurlijk zullen er altijd issues zijn waarnaar wij moeten kijken. En daar is een uitdaging voor het IGOV-team om daaraan tegemoet te komen. En dat is confidence. Confidence moet er zijn bij de customer, confidence moet er zijn bij de gebruikers, confidence moet er zijn ook bij de leidinggevenden op de ministeries. Daar is een uitdaging om zo snel mogelijk dat te brengen. Ik heb het al eerder gezegd gisteren bij Nationale Veiligheid. Prachtige systemen, moderne equipment, moderne hulpmiddelen. Maar if vertrouwen nooit is, gaat men het niet gebruiken. Dat is een uitdaging voor ons allemaal om dat te gaan vergroten. Integriteit. Systemen zijn altijd prachtig. Op zich zijn alle systemen, alle elektronische systemen, op zich zijn ze integer. En dat moeten we bevorderen. Als we overal een goed digitaal systeem hebben op de haven, op de luchthaven en op alle andere plaatsen waar je het contact weghaalt tussen customer en die ambtenaar, heb je direct corruptie verminderd. President Chandrika Prasad Santokhi afgelopen zaterdag bij zijn bezoek aan DataSure en de Command Center.